coming to you live from the state capitol, where Governor Rozinski has declared tomorrow to be Officer Gareth Devon Day across the Commonwealth. Officer Gareth heroically foiled an attempted gas attack on the Philadelphia subway system, saving what experts estimate to be well over 100,000 lives. The festivities will include a parade, lunch at the governor's mansion, and the presentation of a medal on the floor of the Pennsylvania State Senate. When asked about the honors, Devon said, and I quote, "I'm just a guy who was in the right place at the right time." Yo mensen, Martijn hier en welkom terug bij Splinter Cell Blacklist. En we gaan gewoon verder met de briefing. Grim, Nuri just showed up in Gitmo. Gitmo? Wat is nou weer in Gitmo? What's wrong? CIA just hauled Reza Nuri into Guantanamo. It's being questioned about Iran's role in the blacklist attacks. Nuri had blacklist intel? We need to find out what angle he's playing. Well, now he's playing dress up in a prison jumpsuit exchanging intel for clemency. You got something to say, say it. Okay. Grim was right. You made a bad call. Fast and loose cowboy shit, now we've gotta clean it up. Hey, whoa, didn't we just clear Iran? Doesn't matter if the intel's legit. Nuri running his mouth could have the US staring down the barrel of a war with the wrong enemy. Exactly. Who's the one person who'd want that? Sadiq. And maybe he's pulling Nuri's string. Why, because Sam's got a hunch? There's no way to find out. We screwed the agency in Benghazi and Chicago, so they've locked us out on this. That's right. You burned every intelligence contact you've got. Well, why did that? I still have you. What's that supposed to mean? Rex is fucked. Told ya. And I kijkt to his cell phone. Who's next? I need you to sync up with Grim and Charlie. How's Charlie gonna help me? He's not. You're gonna help him. We're breaking in. Break in? To Gitmo? What's in Gitmo? So we can plant clearances in their system. It's not that easy. You're gonna need paperwork, key cards. Piece of cake, I can dummy those up. This is insane. Not for us. Insanity. Guys in there, they're on our side, which means non-lethal all the way. EMP, sleeping gas, and smoke will all disable them without doing permanent damage. Gaan alle wapens weg doen dus. Even kijken, alles met... Laten we alles gewoon even selecteren wat we moeten selecteren. Hebben we niet. Ja, dit is goed. Kijken, wat kunnen we daar nog upgraden? Wel, ja. Speel maar weer lekker geld. Oké, dan gaan we die doen. Even kijken, wat hebben we hier nog meer? Niks. Oké, boeien. Laten we beginnen met de game. But why? Verstrekt hij valse informatie? Hey, wat doe ik nou in Guatemala bij? Stand up. You are now a detainee of Camp 7, detention facility at Guantanamo Bay. Nod if you understand me. Wat lukt me staan eigenlijk? Stand up now. Detainee. You are now under my control and will comply with all instructions. Not if you understand.
Didn't think you were gonna make it. Yeah. Lucky for you, I still got some CIA clearances and some friends. Easy, Briggs. Gotta make it look good for the cameras. Met waar moet ik lopen? Wie ben ik? Ik kan alleen vooruit lopen, meer kan je ook echt. Field office just past the wreck area. I'll kill the power, give you some shadows for cover. Kijk eens zijn namen. Camp safe, maximum security. Special interrogators. You're on a dinner break, so you've got some time. Ik hoef gewoon vooruit lopen en ik kan om me heen kijken. Dus. If I can get one. If you pull the trigger last minute, I gotta make plans in the trenches. Hoe gaan ze dit dan doen? Dan? Vraag me af. Kom. Drie. So sure. You have to. Huh? Wait, what? I'll see you on the other side. Wait. Go find our way out. Got yourself. Something like that. Sadiq made me do the same. Sadiq didn't put me in prison. No? And here you are behind bars. My guess is he's the reason. Next blacklist attack. Talk. I'm sorry. My words are reserved for my new CIA friends, not you. You'll talk. Only choice you have is how much it hurts. Please stop! I beg you! Sadiq sent me here to distract America, make them target Tehran. I asked about the blacklist. Quit stalling. You wanted to hijack a ship. I provided the men to operate it. Where? I don't know. That's all I know about the attack. Iran isn't backing the blacklist. Who is Sadiq working for? Nothing more to tell you. What's going on here? Hey! You lunatic! No one's coming to help you, Nuri. No, please don't. You want to keep your hands? I want names. I'll give you names! I'll give you names. Sam Fisher. Anna Grimm's daughter, Isaac Briggs, Charlie Cole. Your team, your plane, fourth echelon, he knows. All of it! You want to find Sadiq? He's right behind you. Sadiq will know I talked. Death by his hand won't be quick. I have no more information. Just kill me. Please. I deserve that much mercy. Nah. Screw you. Nice work, Briggs. Ik heb hem niet gekild. Haal een pakje aan, moet ik van die CIA, dude. Oh, ik heb nog geen hoe heet dat ding? Ja, dat, die night vision dingest. Kunnen er overheen toevallig? Did I leave that door open?
Kom nu deze kant op. Kom op, kom er binnen. Ja hoor. Ik schoot op hem en hij deed al de deur dicht. Nou kom op, deur openmaken. Niet moeilijk doen. Wat is dit? Helemaal niks. Als hij deze kant op komt, dan moet ik hem pakken. Die kan ik op. What? Hold it right. He's armed. Kom, pak hem. Jongen, ik schoot op hem. En ik pakte hem ook nog met E. Ik snap hier echt helemaal de ballen niet meer van, hoor. Pak jou. Haha, faler. Jij bent een lul. Oh, ah, kom op. Dit is echt zenuwslopend. Ik ken echt niet zo heel veel commentaar hierbij, want ik moet gewoon opletten. Dat ziet er klimmer uit, daar al. IDK, maar... Dude, waarom lees je daar al? Hier al, of niet? Ja, pijp, tot ja. Dat klimmen was. We hebben hier een pijp. Kom op, klim. Klim omhoog. Op die pijp. Ja, dat bedoelde ik. Klootzak. Moet ik het weer het helemaal opnieuw doen? Ah, oh, wie gaat er nou overheen springen? Oh shit, heavy. Kom, klim. Gewoon klimmen, dan ben je sowieso safe. Maar ik wil eentje hoger nog. Ja. Die hoger moest ik hebben, ja. Ah, oh, nee, please don't see me. What the fuck doe jij nou? Oké, wat hebben we hier? Nog een pijp. Nou, we kunnen hangen. Wat is dit? Ongelooflijk. Volgende pijp. Wat heeft het spel met pijpen? Gewoon klim.
Kijk, wait, wait, what? Oh, screw this. Oké, ja, dat vind ik een goede keus dit. Dan kunnen we niet hier over het hek heen, zeker. Die kunnen we nog pakken, in ieder geval op tijd. Yes, dan zijn we uit het eerste gedeelte, zo te zien. Kunnen we de deur openmaken? Nee, natuurlijk kunnen we dat niet. Ik moet eerst mijn gear ook nog hebben. Next. Hoe ga je hier langskomen? Daar heb je er twee. Daar heb je er nog één. Die kan je niet echt snel pakken, toch? En sowieso, er ziet een ander je alweer. Oh, fucked. I'm so fucked. Niemand die al door had. Oké. Dan ben ik weg. Ik dacht dat iedereen me door had, joh. Ik dacht dat ik fucked was. Oh, ik ging eerst langs. Wat is dit? Jawel. Hout. Zie je, je kan er wel langs. Shit, en dit is zo zenuwslopend. Son of a bitch. Haha. Son van een bitch. Een zoon van een bitch. Come on, get up. Oh, my head. Let's go talk to the guy who knocked you out. Ja, die zullen jullie niet vinden namelijk. Everyone spread out and search. Come on, help me search. You got it. Als er hier een... what the fuck? Kom dan. Kom at me. Kom at me. What the hell? Ja, kom op. Move. Oh, hey, ik zie jou op raampje. Shut the fuck up, please, sir. Even dat lichaam weggooien. Niemand die hem nou mist. Ah, hier is mijn gear. Had hij het in ieder geval over.
power's live. And it has to happen fast. Noodstroom nog wel. It's only a matter of time before they discover what's left in Nuri. Sam, if it comes down to it, the crossbow's got non-lethal bolts. If I do this right, I won't need them. Oh, finally suited up. Remember, Sam, the guards are friendly. Any fatalities and I may have to scrub the prison. Kudder. Oh shit, die kunnen we beter niet gebruiken. Oh, schijfgranaat, traangas. Oh, dit ding. Nou, dan moet je maar blij mee wezen. Oh, hij trekt hem gewoon overheen hoor. Nou, ik loop er gewoon langs. Ik zie daar een dude. Ik ken hier mooi langs. Kijk, was het een heavy dude? Nee. Maar ik ken hem. Ja, ik pak hem. Why? Omdat het kan. Nee, oké, pak hem niet. Kan niet. Hij loopt weg. En ik hoef hem daar niet te pakken. En dan gaan andere mensen hem vinden en ik krijg weer gezeur. What the fuck happened? Do you need backup with that? Zijn die dat nou echt serieus? Bij het omschakelen van een lichtknop. Fuck! Wat heb je nog nooit gedaan? Shut the fuck up, please. Thank you, sir. Okay, dit was het laatst, toch? Okay. Wat hebben we nog meer allemaal hier? Je kan niet hoger. Oh, je kan gewoon over de randen om ongedetecteerd te blijven en zo. Oké, handig. Dat ik het weet van tevoren. Even kijken hoor. Oh, er is hier weer over nagedacht hoor. Tjo, jongen, jongen. Ja, maar ik kan niet gaan dat ik die hond raak, dus ik ga het ook niet doen. Ah. Ik hoor een Die komt gewoon op neer. Oké, okay, daar ligt die gast. Nou, die is nog heet. Oh, ik zie heavies. Of ik zie een heavy. Die moeten zo en zo evaden.
Kan niet anders. Ik kan hem niet uitschakelen. Ah joh, ze weten al niet meer waar ik ben. Wait, what, what? Ze zijn al vergeten waar ik ben. Ik ga hier achter verschalen, dan vinden ze me nooit. Zo dom zijn ze wel, die Amerikanen. Kijk, stomme Amerikanen. Handwar Station. Dude, ze hebben die gasten nog steeds niet gevonden. Dus ik neem aan dat ze me nog steeds niet gevonden hebben. Kut hond. Ja, ik heb het al 30 keer gehoord dat er een intruder is. Please shut the fuck up, sir. Thank you. Deadly forces now. Hmm. Ga toch weg. Daar zijn geen. Alleen hero. Ah, daar loopt die hef. Die loopt een beetje dom te doen. Denk of hij slim is. Denk dat hij slim is. Damn it. Waarom kijkt hij mijn kant op? Ik had die heeft u wel uitgeschakeld. Come on out. Hahaha. We've got an intruder. Everyone move in. Oh jongen. Make for camp X-ray. You're almost home free. Tjonge jongen. Dit duurt veel te lang jongen, deze missie. Allee, was dan voor deze missie. Ik wil bedanken voor het kijken. Vergeet niet duimpjes omhoog te doen. Te abonneren. En dan zeg ik, laters.